20 jups, het SKM. Lief een meisje om Adam. Gods onbel. Bert Vermaas is een creatieve man. In de jaren 70 zong hij bij de band Toontje Lage de longen uit zijn lijf. Later werd hij adviseur in de zakelijke dienstverlening en verdiende daarmee heel veel geld. Desalniettemin belandde hij diep in de schulden. Voor 40.000 euro stond hij in het krijt. Hier is zijn verhaal. Ik besloot wat geld op te gaan maken, want ik had echt stapels liggen thuis. En ik wilde heel graag een cd maken en dat heb ik ook gedaan. Maar ik moest geopereerd worden en twee heupen moesten vernieuwd worden. Dus ik dacht, ik ga er een jaartje tussenuit en daarna dan kom ik weer terug. Nou, ik heb de cd gemaakt en ik wilde twee nieuwe heupen, dat is ook gelukt. Maar het terugkomen was niet zo makkelijk. Ik had te langdurig bij een laatste opdrachtgever gezeten. En dan is je netwerk weg en ja, er kwam gewoon geen nieuwe opdracht aan. Dat kwam ook door de crisis natuurlijk. Een behoorlijke niche-markt. Ja. En die was ik kwijt. Oké. Okay. Dus geen inkomen meer? Nul. Ja. Van heel veel naar nul. Naar nul, ja. En had je recht op een uitkering? Nee. Als zelfstandige kan je alleen een zogenaamde BBZ-uitkering krijgen als je bedrijf levensvatbaar is. Kost echter veel tijd om aan te tonen dat je bedrijf juist niet levensvatbaar is. Uiteindelijk krijg ik mijn uitkering wel. Uh-huh. En, maar het geld was wel op. En, ja, dan krijg je toch deurwaarders aan huis die lastig gaan doen. Ik heb een hele opgewekte deurwaarder gehad die direct al bij de deur zegt van, nou, ik heb je auto al zien staan. Bandje is niet helemaal oké, maar ik denk dat hij nog wel 2000 doet. En als een huis wordt zo even langsgelopen met de bedragen te noemen die het op zal gaan brengen en die van mijn schuld afgaan dan. Ja. Zeer deprimerend. Ja, kan ik me voorstellen, ja. En je schuld was een schuld bij de Belastingdienst met name? Ja. Of waren er ook nog andere schulden? Ja, er waren een paar andere schulden en die heb ik eigenlijk zelf... ik heb me wel aangemeld bij de schuldhulpverlening. En daar kreeg ik te horen dat ik eerst mijn eigen bedrijven moest gaan liquideren, want anders kon ik niet geholpen worden. Nee. En dat waren wel mijn bronnen van inkomsten, dus eigenlijk zeg je tegen mij, ik mag niet meer werken. Nee, dat is echt heel raar. Nou, raar, ook dat was weer... ik vond het... intimiderend en degraderend. Je wilt hulp van ons, dus moet je je bedrijf liquideren. En eigenlijk zeggen ze daarmee, je bent een sukkel, want je zit hier. Ik ben er weggegaan en ik heb zelf een paar andere schuldeisers heb ik mee onderhandeld. En dat is ook goed gelukt. Dus ik bleef uiteindelijk alleen de Belastingdienst over. Het vervelende is, je krijgt nul medewerking. Als je huis wilt gaan verkopen, dan moet je een beetje werk van maken. Dan moet je het schoonmaken, dan moet je opruimen, dan moet je je tuin verzorgen. Dan moet je het ruitje wat kapot is, moet je laten maken. En ik heb daar geen geld voor. Nee. Ik heb gevraagd, kunnen we daar een bijzondere bijstand voor krijgen om het een beetje op te knappen? Nee. Nee. En toen heb je het verkocht zonder dat het opgeknapt was? Ik heb Stichting Present heeft mij uiteindelijk geholpen. Okay. Die hebben wel twee dagen zijn actief geweest bij mij. En het is uiteindelijk gelukt om het huis te verkopen in 2014, dus een hele slechte tijd. Ja, in de crisis nog. Ja, het was ook niet genoeg om alles af te betalen, dus dat heeft eigenlijk tot vorig jaar nog gelopen. Oké, ja. Maar je hebt ook de schulden afgelost, dus dat betekent, vul ik even in, dat je van heel weinig geld moest rondkomen. Ja. Ja, en hoe was dat? Ja, in het begin is dat heel onwennig, want alles moet gewoon weg. Je denkt een half jaar lang van, ik leef op het uiterste minimum. En dan leer je dat het nog veel verder naar beneden kan en moet vooral. En dan zie je met pijn in je ogen dat je auto weggereden wordt door iemand. Ja. En alles wat waarde heeft verkocht wordt. Ja. En wat was het moeilijkste van de hele situatie? Wat vond je het lastigste? Nou, het moeilijkste vind ik wel gewoon wat je omgeving doet. Want je bent toch besmet. Mensen weten dat er iets met je aan de hand is. Niet iedereen, maar er zijn ook mensen die een beetje met een bochtje om je heen gaan. Het heeft me ook mijn relatie gekost. Vroeger zei ze altijd van, toen ik klein was, ben je liever doof of blind?
En daar hield ik kinderen zich heel lang mee bezig op filosofische basis. Ja. En zo zou je ook kunnen zeggen, ben je liever eenzaam of arm? Ja. En hoe je die vraag ook beantwoordt, als je arm bent, krijg je vaak de eenzaamheid er gratis bij. Dat heb je zelf ook zo ervaren. Ja, dus ik had niet zo heel erg een sociaal leven hier in de buurt. Okay. En dat moet je dan opeens op gaan bouwen vanuit de situatie van werkloosheid en uitkeringsgerechtigdheid. Ja. Nou, die is lastig. En is dat gelukt? Een stukje bij beetje, ja. Maar het is, je gaat niet makkelijk even ergens heen waar het gezellig is en waar iets gebeurt. Nee. Want daar heb je geen geld voor gewoon. Dat kost allemaal geld. Ja. 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 En je had dit natuurlijk allemaal liever niet willen meemaken, maar je hebt het meegemaakt. Is er nou ook iets waarvan je zegt, het heeft me ook iets positiefs gebracht? Na zijn faillissement werd Bert vrijwilliger bij Humanitas en begeleidde mensen met schuldproblemen. Sinds kort heeft hij daar zelfs een vaste baan gekregen. Ook schrijft hij mooie columns in de lokale media. Ik kan redelijk goed uit mijn woorden komen, in ieder geval schriftelijk. En er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen. Dus dat heeft me tot op de dag van vandaag wel gemotiveerd om daaraan te werken. Dat is ook de reden waarom ik nu bij Humanitas 3 jaar vrijwillig heb gewerkt en nu in dienst ben gekomen. Ja, want dat is op zich heel bijzonder, hè? Zelf ja, dit meemaken. Een complete omscholing. Ja. En nu aan de andere kant van de tafel zitten. Dus ja, dat is heel positief. En verder, mijn kinderen zijn de deur uit. Mm-hmm. Die heb ik vroeger best wel een hoop toegestoken. Maar als dat nodig was, en dat is er niet meer bij, dat is jammer. Maar ze zijn zelfstandig, dus ik heb het niet meer nodig. Ik heb niet meer zoveel geld nodig. Nee. En mijn leven heeft heel veel rare fases gehad en rare wisselingen. Dus deze vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Ja, ja. Is het ook. En wat is raar uiteindelijk? Ja. Nou, dat wil ik nog wel even zeggen. Ik wist al een tijdje dat deze baan eraan zat te komen. En daar ben ik best blij mee dat je toch weer professioneel aan de gang mag en kunt. Ja. Het zal niet zoveel mensen gebeuren op 62-jarige leeftijd dat ze nog een baan krijgen. Maar in de eerste 2 weken dat ik aan de gang was, toen merkte ik pas dat er nog heel veel van me afviel. Oké. Okay. Wat je eigenlijk niet zo bewust was daarvoor. Waar ik niet van bewust was. Het was alsof je een natte deken over je opeens weggehaald ziet worden. En denk ik, oh wauw, zo leuk is het leven. En dat was een heel aparte ervaring. Ja. Ik heb daar 2 weken in gehangen. Ja. Ook mooi, maar ook wel verwarrend misschien een beetje, of niet? Ja, het is verwarrend. Het grijpt. Het grijpt dieper in als dat je wilt. Ja. Ja, ik zie het. Ja. Ja, en alle mensen die van een uitkering afhankelijk zijn, die... Ja, nou, ik zou het graag willen dat ze hetzelfde meemaken. Ja, dat gun je ze. Ja. En wat is het grootste verschil dan met je leven nu? Zijn er dingen die voor jou nu anders zijn? Of dingen die je nu weer kunt doen, wat eerder niet kon misschien? Nou, ik mag nou het geld wat ik met de krant verdien, mag ik weer houden gewoon. Ja, dat is ook heel fijn. Ja. Ja. Hoef je niet in te leveren bij de sociale dienst. Nee. En heb je nog een soort van gouden tip voor mensen die, nou ja, in de schulden zitten of in de armoede? Hou vol met je discipline, want die heb je keihard nodig. Hou vol met je hoop. Ja, verlies de hoop niet. Ja. Ja. En zoek hulp waar je het kunt krijgen. Dankjewel. Ja. Dank je. 29 juli, ZSKM, lief een meisje om Adam. God onbel, kind geen bezoek. Ik hou van tennis, zwemmen en ik kom snel, stuur een brief. Stuur een foto en een brief.